De snelheidsregelaar is een functie die u in staat stelt uw voertuig op een vooraf bepaalde snelheid te houden, zonder dat u de pedalen hoeft te bedienen. Dit verhoogt het rijcomfort, vooral tijdens lange ritten. Bij een snelheid hoger dan 30 km per uur drukt u op deze schakelaar om de snelheidsregelaar te starten. Dit controlelampje verschijnt dan op het instrumentenpaneel, samen met het bericht snelheidsregelaar aan. Druk op een van deze knoppen om de rijsnelheid in te stellen. Uw huidige snelheid wordt dan de ingestelde snelheid. En u kunt uw voet van het gaspedaal halen. Wij raden u echter ten zeerste aan om uw voeten in de buurt van de pedalen te houden, zodat u altijd klaar bent om indien nodig in te grijpen. U kunt de rijsnelheid op ieder moment wijzigen door deze knop in te drukken om langzamer te gaan rijden. En deze om sneller te gaan rijden. Als u zelf de snelheid weer wilt regelen, bijvoorbeeld om in te halen, hoeft u alleen hard het gaspedaal in te trappen om door het zware punt, de weerstand, heen te gaan. De ingestelde snelheid knippert dan op het instrumentenpaneel. Laat het gaspedaal los om terug te keren naar de rijsnelheid. Na een paar seconden wordt de eerder ingestelde snelheid hersteld. Er zijn drie manieren om de snelheidsregelaar in stand-by te zetten. U kunt op deze knop drukken, of het rempedaal indrukken, of bij een auto met een handgeschakelde versnellingsbak het koppelingspedaal indrukken. Als u de functie in stand-by zet, wordt uw snelheid opgeslagen en blijft deze zichtbaar op het instrumentenpaneel. Druk deze schakelaar in om de snelheid weer in te schakelen. Dan wordt de laatst opgeslagen snelheid hervat. Als de vooraf ingestelde snelheid hoger is dan de huidige snelheid, zal de auto versnellen tot de ingestelde snelheid is bereikt. Als de functie in stand-by is gezet en u deze wilt hervatten met de huidige snelheid, drukt u op deze knop. Uw huidige snelheid vervangt dan de opgeslagen snelheid. Om de functie volledig uit te schakelen, bijvoorbeeld in de bebouwde kom, drukt u deze schakelaar in. Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en de opgeslagen snelheid wordt verwijderd. Bij het afdalen van steile hellingen kan de snelheidsregelaar tijdelijk niet beschikbaar zijn. In dit geval knippert de opgeslagen snelheid op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen dat u sneller rijdt dan de ingestelde snelheid. U moet de rem gebruiken om uw snelheid te regelen. Als de situatie weer normaal is, moet u de cruise control zelf opnieuw inschakelen. Denk erom dat deze functie een extra hulpmiddel is, maar dat u nog steeds alert dient te blijven tijdens het rijden. Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en uw omgeving.